De tijd is ook rijp voor Joost Eertmans. Ja, 21. De laatste spreker. Dus heeft u nog wat interrupties? Heeft u nog wat vragen? Aarzel niet. Dit is het moment om... Ja, voorzitter, graag. Daar ben ik van. Maar ik wil wel zeggen, als de temperatuur morgen niet wat lager is in deze zaal, dan ga ik echt een motie indienen. Het is erg warm geweest en nog steeds. Maar voorzitter, mijn felicitaties aan de heer Stoffer en sterkte aan de heer Omtzigt. Mijn medewerker had boven mijn speech gezet, verziek dit niet. Ik dacht, nou, een goede tip. Maar dat was dus niet voor mij bedoeld. Het was een boodschap aan het kabinet. De gouden kans die nu op het bord ligt van het nieuwe kabinet op het gebied van migratie, koopkracht, lastenverlichting, Europa, een nuchter klimaatbeleid, ja, die moet verzilverd worden. En het moet toch ook fantastisch zijn, mensen, om een paar jaar verlost te zijn van gedram over genderneutrale toiletten of loze beloftes over het geweldige rendement op je zonnepanelen of bij elke gelegenheid horen, nee, het is geen asielcrisis, het is een opvangcrisis. Dus verziek het niet. Het pakket aan maatregelen dat we lezen stemt ons zeker positief en dat mag gezegd worden. Anderzijds roept het ook wat vragen op en een aantal zorgen van onze kant. Alles, voorzitter, begint en staat en valt met vertrouwen. Vertrouwen, als dat er niet is of onvoldoende binnen een coalitie, dan kom je in zwaar weer. En het debat voor de zomer was op dat front echt een valse start. En de dag voor Prinsjesdag gingen de eerste stekelige tweets alweer rond. Dus mijn eerste vraag aan de heer Schoof is, hoe staat het met het vertrouwen? Hoe hangt de vlag erbij? Is de sfeer inmiddels opgeknapt en hoe staat het onderling in het vertrouwen? En de richting, voorzitter, van een hele duidelijke meerderheid van de kiezers is minder migratie, meer Nederland. Minder dwang, belastingen en regels. Minder verstikking ook door Brussel en een realistisch klimaatbeleid dat Nederland helpt in plaats van de hele wereld. En de meerderheid, voorzitter, van de kiezers is inmiddels ook wel klaar met Extinction Rebellion. De acties waar de politie afgelopen jaar 40 keer voor moest uitrukken. 500 agenten, 10.000 aanhoudingen. Alleen voor Extinction. En voorzitter, de nuchtere meerderheid laat zich niet langer de les lezen door een kleine groep beroepsactivisten, de drammers, de ophitsers die aan ons hun wil willen opleggen. Voorzitter, de zwijgende, goedwillende meerderheid is het gewoon zat. En Ja 21 vertolkt hun stem. De slachtoffercultiverende woke-cultuur maakt ons land zwak en onderdanig. En voorzitter, wordt het niet eens tijd voor aanpassing van artikel 2 van de wet openbare manifestaties, waarin beperkingen van het demonstratierecht zijn opgenomen? Een wijziging zou kunnen inhouden dat een onevenredige inperking van de rechten van anderen het demonstratierecht kan beperken. En begin bij voorkeur nou eens met het niet meer toestaan van gezichtsbedekking tijdens demonstraties. Voorzitter, ik lees een goede veiligheidsparagraaf met voorstellen die Ja 21 tevreden kunnen stemmen. En ik hoop dat de bewindslieden op justitie slagen in hun zaak om Nederland veilig te houden en op te komen voor slachtoffers en nabestaanden. Want wie barmhartig is voor de wolven, voorzitter, doet onrecht aan de schapen. En er is veel werk te doen. 3.500 veroordeelde criminelen lopen vrij op straat omdat er niet genoeg bewakers zijn. Vroeger kwam je de gevangenis niet uit, nu kom je er gewoon niet meer in. Voorzitter. Dank. We moeten wel doorpraten natuurlijk, hè? Ik vind die stilte zo mooi. Op dit tijdstip en dan even een stilte. Maar voorzitter, Ja 21 ziet dat dit kabinet de prioriteiten wel op orde heeft. Tegelijkertijd hou ik mijn hart vast. Want het eigen risico wordt dus gehalveerd en dat is een kostenpost van 4,3 miljard. En het is dus een verkeerde maatregel die 100% zeker gaat leiden tot hogere, veel hogere zorgpremie, meer zorggebruik en langere wachtlijsten. Want er is namelijk geen personeel om al die mensen te gaan helpen. Dus een ingebakken dubbele teleurstelling voor de mevrouw uit Udenhout, bekend van het SBSS verkiezingsdebat. Maar om het even in perspectief te plaatsen, als je het eigen risico niet halveert, dan kan je dus alle aangekondigde belastingverhogingen opboeken, kranten, plastic, vliegen en sportscholen in één klap terugdraaien. En dan heel even over die vliegbelasting. Er bestaat nu al een vliegticket, of nu bestaat al een vliegticket voor 62% uit belastingen of toeslagen. Dat wordt in 2030, dankzij de Europese klimaatmaatregelen, 74%. Vlieg je naar Boedapest, dan kost je dat nu in totaal €182,29, maar straks €80 meer, namelijk €260,29 met de groeten van Frans Timmermans. Maar nou komt de grap. Dankzij de aangekondigde verhoging van de Nederlandse vliegtaks komt daar op verre reizen nog eens even €100 bij. De Barry-bonus, zeg ik dan maar. Maar dat zal toch niet echt...
Hij wordt net wakker, hij schiet wakker. Hartstikke goed. Blijf bij de les. Maar dit betekent gewoon geldklopperij. Want mensen blijven namelijk gewoon vliegen. Alleen ze moeten er dus langer voor gaan sparen. Voorzitter, slechte zaak. Asiel en migratie. Er is een asielcrisis. En wie dat niet ziet, die ligt echt onder de steen. Hoe lang moeten wij wachten op de asielcrisiswet? In het eerste debat met minister Faber zei ze dat het lang gaat duren. En dat ze dus de huidige wet moet uitvoeren. Maar het zal toch echt niet gebeuren, voorzitter, dat een PVV-minister asieldwang naar gemeentes gaat uitrollen. En hoe staat het trouwens met de verplichte taakstellingen aan gemeentes voor statushouders? Het beste, strengste migratiebeleid ooit is natuurlijk een migratiebeleid dat bereikt dat mensen die vluchten worden beschermd in hun eigen regio. Dus dat wij hier nog steeds mensen opvangen die door 7 veilige landen zijn heen gereisd, dat is een failliet model. En wij zeggen al een tijdje, eenmaal hier is niet meer terug. Wel of geen vergunning, geen land neemt ze meer terug. De enige formule die werkt is het organiseren van dus goede opvang in de regio's. Het outsourcen van onze opvang en het maken van deals met partnerlanden zoals Denemarken dat doet. Hoe staat het nou met die mooie motie? Ja, voorzitter, af en toe worden hier gewoon pareltjes ingediend. Dat weet u ook. De motie rapporteur partnerlanden. Ja, van JA21. Die werd hier breed aangenomen. Helemaal niks meer over gelezen in het regeerprogramma. Is dit nog een ambitie? En wat JA21 betreft is de toekomst het Rwanda-model en dan niet het land. Er zijn betere Afrikaanse landen te vinden, voorzitter, maar het model. Want we moeten die asielopvang en de procedures uitbesteden naar partnerlanden buiten de grenzen van de Unie. En dan die opt-out. Dank voor het briefje, moet ik zeggen. Verkeerde adres, kan gebeuren, de Europese Commissie. Maar waar is nou het plan? Ik vraag aan de heer Schoof, hoe gaat mevrouw Faber nou die opt-out regelen? Met welke landen gaat ze coalities smeden? Kortom, ligt er nou iets op tafel? En wanneer krijgen wij dat? Ook zie ik in de begroting van asiel en migratie dat de instroom en daarmee de kosten pas vanaf 2027 omlaag gaan. En dat is echt behoorlijk laat. Waarom niet ambitieuzer, zoals ook mevrouw Zilbus dat vanmiddag al vroeg? Voorzitter, JA21 gaat alle voorstellen inhoudelijk scherp beoordelen. En niet alleen hier, natuurlijk ook in onze Eerste Kamerfractie zullen wij een waakhond zijn, een rechtse waakhond, die is nodig. Want wij zien nu al dat dit kabinet op een aantal punten twijfel zaait en verslapping toont. En dan denk ik even aan het stikstofbeleid en aan de dwangwet. Maar wij verwachten, en de kiezers ook, resultaten. Een besluiteloos kabinet, dat kunnen we ons gewoonweg niet veroorloven. En het gaat erom dat er geleverd wordt, snel en degelijk, en bestuurlijk professioneel. Dus graag zonder gedoe. En mijn oproep, en daar sluit ik mee af, voorzitter, is werk hard, toon bestuurlijke professionaliteit en zorg dat het lukt. Verziek het niet. Dank u wel. Dank u wel. Tot zover. Ik dank de bewindspersonen voor hun geduld. Mevrouw Bikker. Voorzitter, ik snap, iedereen wil snel naar huis, ik ook. Maar er ligt nog wel een verzoek aan het kabinet om vanavond met stukken te komen. Ze zijn er niet. Ik ga niet vervelend zijn. We wijzen u aan als designated survivor. Maar ik hoop wel dat ze er morgenochtend zijn. Ik moet overblijven van de heer Klaver. Ik ga erover nadenken. Ik dank de bewindspersonen voor hun geduld en hun zitvlees. Ik zie u morgen terug om 11 uur. Ik sluit de vergadering van 19 september.